kijkers. Onze volgende gast in de studio vandaag is de heer Raoul Chong. Hij is van Suriname Investment and Trade Agency. Welkom, meneer Chong. Dank u wel. Ja. Ik zei het al, u bent van Suriname Investment and Trade Agency, afgekort CITA. Kunt u ons meer vertellen over deze organisatie en waarmee jullie je bezighouden? Ja, dank u wel voor de vraag. CITA, inderdaad, Suriname Investment and Trade Agency, is er om zowel domestic als foreign investors die geïnteresseerd zijn in investeringen in Suriname te helpen. Maar tegelijkertijd zijn we er ook voor de Surinaamse bedrijven die willen exporteren. Mijn directoraat, ik ben director of trade, is verantwoordelijk voor de bedrijven die willen exporteren. Dus dat is een beetje de context waar je nu CITA kunt zien. Ja, en waarom is het voor jullie belangrijk om te participeren aan deze expo? Op de eerste plaats is het natuurlijk een geweldige opportunity om te netwerken met collega bedrijven en investment and promotion agencies vanuit de regio, het Caribisch gebied. Maar ook voor de bedrijven die ons nog niet kennen, heb je dan een beetje zichtbaarheid. Zodat ze naar je toe komen en kunnen ze vragen stellen. En dan kunnen we ze laten zien wat wij kunnen doen voor hun, om hun te helpen op die export journey. Ja, u praat over export en trade. Deze conferentie, de ACS-conferentie, eigenlijk gaat het daarover meer voor de samenwerking binnen de regio. Is CITA al een beetje actief in de regio? Ja, in de zin van, we zijn in januari zijn we met de minister mee geweest naar Aruba en Curaçao op een handelsmissie, zeg maar. En in februari waren we in Barbados voor Agrofest. En het leuke ervan is dat er nu ook bedrijven die ook in Barbados waren, zijn nu ook hier in Suriname. En een aantal van de bedrijven zijn van Guyana. Dus we zijn al actief en we maken al die connecties met onze buurlanden en met het Caribisch gebied. Omdat we dus ook nu bezig zijn het traject voor de Surinaamse bedrijven die willen exporteren naar Barbados, dat we hen begeleiden in dat traject. Ja, en hoe staat het met exporten vanuit Suriname? Kijk, we hebben daar nog heel veel ruimte om te groeien, maar we moeten natuurlijk ook klaar zijn. Er zijn een aantal bedrijven, vooraanstaande bedrijven, die natuurlijk wel al exporteren en die doen het vrij succesvol. Maar we willen meer Surinaamse bedrijven helpen om te kunnen exporteren. Ja. Hebben jullie tijdens deze expo ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om te netwerken? Er zijn heel wat bedrijven hier. Uiteraard. We hebben een aantal bedrijven die zijn bij ons langsgekomen. Die hebben zich geregistreerd, zodat we ook goede follow-up kunnen doen met die bedrijven na het evenement. En ik heb begrepen dat er ook een cocktailborrel is vanavond. Dus we zullen daar zeker ook gebruik van maken om nog beter te netwerken. Ja, waarnaar kijkt u uit zoal? Nou, met de collega's van de regio. Ik zat in een paneldiscussie gisteren met een collega vanuit Honduras. En daar kunnen we heel veel van leren. Honduras is een paar stappen verder dan ons. En we kunnen kennis uitwisselen, ervaringen en kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Ja. Meneer Chong, als we praten over exporteren, zijn er ook uitdagingen binnen de regio en voor Suriname? Meer dan genoeg. Er zijn heel veel uitdagingen. Kijk, het begint natuurlijk ook bij, wij moeten zelf natuurlijk kunnen voldoen aan de volumes, hè, de capaciteit, dus de productiecapaciteit moet worden opgebouwd. De kwaliteit. We moeten ervoor zorgen dat onze packaging, onze labeling, dat het voldoet aan de internationale standaarden. Maar dan heb je ook natuurlijk de logistiek. Ja, het is niet een makkelijk land om vanuit hier te exporteren en te shippen naar overal in de wereld. Dus er zijn een aantal concrete uitdagingen die we wel moeten adresseren. Ja. Wat zijn uw verwachtingen van deze conferentie? Nou, ik denk op de eerste plaats het netwerken. Linken en connecten van andere investerings- en handelsagentschappen, maar ook de bedrijven. Dus kennis maken met bedrijven die onze hulp nodig hebben. Ja, dank u wel en veel succes toegewenst met de CITA.